en welkom bij Pestboes. Mijn naam is... Oh mijn god. Oké, nu doen we even opnieuw. Hoi, mijn naam is Emily Salvia. En ik ben Tom Poes. En wij zijn... Pestboes. En vandaag gaan we het hebben over... Bijbaantjes. Dus iedereen heeft ze gehad, bijbaantjes. Ja, heb je nu nog steeds een bijbaantje? Ja. Waar? Ik poets. Bij een grote bedrijf. Oké. Ja. Erg leuk. Ja? Wat doe je dan? Gewoon een beetje poetsen? Of poetsen, toiletten, prullenbakken. Prullenbakken poetsen. Oh. Prullenbakken poetsen. Ja, soms is het zo vies, moet ook een beetje poetsen. Met een doekje eroverheen of zo. Tuurlijk, als ik koffie op zet. Oh, eeuw. Kijk, dan is mijn handen niet goed. Oh, heel lekker. Oké. En jij? Ik ben nu even werkloos. Ik heb heel lang bij een escape room gewerkt en dat was echt heel leuk om te doen. Ja, ja. Ja. Daar komen ook echt bizarre mensen op af. Echt, verschillende en zo. Ik heb zulke rare dingen meegemaakt. Oké. Ja, collega's van mij ook. We hebben zo'n groepsapp en dan doen we de wedstrijd wie het raarst meemaakt. Nou, een collega van mij die had laatst gewonnen, want er was gewoon iemand gaan plassen in de escape room. Oké. Ja. Heel bijzonder, hè? Heel bijzonder, ja. En daarvoor heb je andere dingen gewerkt? Oh, ik heb heel veel bijbaantjes gehad. Ja. Ik heb bij de Albert Heijn gewerkt, ik heb in de frietent gewerkt, ik heb bij de mediamarkt gewerkt, ik heb in de afwas gewerkt, ik heb bij een andere frietent gewerkt, ik heb een krantenwijk gehad. Ik heb ook een krantenwijk gehad, dat was echt verschrikkelijk. In de ochtend of zo'n reclame? Zo'n reclamefolders. Oh, ja, ik had dus echt in de ochtend, dat je dan iedere dag om 6 uur op moest staan om de krant te bezorgen. Ja. En dan werden mensen alleen maar boos als een krant 2 minuten later. Ja, klopt. Mijn vader heeft het ook gedaan, die heb ik altijd gewoon wel zo'n boze reactie gekregen. 2 minuten later de krant binnenkwam. Ja, naar echt, hè? En dat mensen daar dan over gaan klagen en dat ik dan een klacht binnenkrijg. Nou, rot op. Ja, dat is echt niet normaal. Hey, maar dat krijg je dan de volgende dag te horen. Als je daar om 6 uur aankomt van, je hebt een klacht binnengekregen. Dan sta ik al met zo'n rot kop, weet je wel. Ja, ik ben net wakker. Interessant. En leuk, weet je. Nee, dat was wel echt even mijn kutste baantje die ik gehad heb. Ja, ik heb... ik vond het folders vouwen vooral heel erg kut. Mm-hmm. Want je moest dus elke woensdag moest ik dan folders gaan bezorgen. Dat deed ik met mijn broertje samen. Maar die dag ervoor kwamen alle folders binnen, die moest je echt soms tot 12 stuk in elkaar vouwen. En dat dan weer de dag na in de krant stoppen. En dat dan weer in de briefbus gooien. En die briefbus wou soms gewoon geen reclame of helemaal niks. Dus... Die briefbus die zei tegen jou, ik hoef geen reclame. Ik hoef het niet, ik hoef geen... Oh, stop het niet in me, ik wil het niet in me, ik heb er nooit in me gehad. Oh mijn god. Maakt eigenlijk brievenbus, hey. Nee. Het zal wel raar zijn, praten in de brievenbus. Ja, je kan wel zo klepperen. Oh my god, misschien zo'n oversexte brief. Zoals je eerst op. Ah, type! Stop het in me! Ah! Oh, stippere papier uit. Zo. Oh ja. Oh. Oké, maar goed. Oh, dat kunnen we een keer als prank doen. Een briefbus vervangen door een shredder. Weet je, als zo'n papier op zich draait. Dus dat zou het ooit nog wel gedaan zijn. Ik weet het niet, zijn. Het zou wel leuk zijn. zo van. Post die je belastingbrief hier. Van die kut. Ja. Het is ook zo makkelijk om aan een bijbaantje te komen als je jong bent. Ja, vooral als je jong bent, ja. Ja, echt als je, ik denk dat rond de 18, dat je dan best leeftijd hebt. Ja, rond de 16, 18 ongeveer. Dus tussen ja. De 16 en de 18. Nu bijvoorbeeld de supermarkten rijden nu heel veel kinderen van tieners. Ja, er worden 16. Mensen van 18 ontslagen in de supermarkt omdat ze te oud zijn. Dat is bizar. Dat is toch bizar, ja, inderdaad. Ja, ik heb vaak nooit in de supermarkt gewerkt. Ik heb wel bij de Action gewerkt. Mm. Dat was hartstikke leuk. Ja? Dat was echt hartstikke. Ik had een heel leuk team. Had je ook veel Action? Ja, ik was best goed werk. Ja. En ik heb animatiewerk op de camping gedaan. Oh ja? Ja. Dat was ook wel iets van jou, dat ja. Was ook meestal wel leuk. Oké, soms dan ben je gewoon zo oververmoeid, en dan zijn er zoveel kinderen die aandacht vragen, dat je denkt van... Bye. Ja, nee, dat was wel leuk. Ja, ik heb wel ook op hele heftige campings gestaan. Ja. Ik heb ooit op een camping gestaan, in 2 weken tijd was er 4 keer politie langs geweest. Omdat het zo'n heftige camping was, dat er gewoon zoveel gaande was. Dat er echt gewoon volwassenen met jongeren op de vuist gingen. Meen je? Ja. God, waar was dat? Dat was in België, net over de grens van Maastricht. Oké. Ja. Oké, ik heb dus bij een groothandel gewerkt. Ik zal de naam niet noemen. Oké. Het rijdt misschien op Kledia Larkt. Oké. En daar had je zeg maar, daar werken ze heel erg in met hiërarchieën. En ik stond achter de kassa daar. En dan ben je dus eigenlijk een beetje het laagste van het laagste. Oké. En toen op een gegeven moment was ik aan het stofzuigen, omdat de teamleider had gezegd van ja, ga even stofzuigen. En dus ik ging stofzuigen, weet je wel.
En ze kwam ineens de allergrootste baas aanlopen van... ja, waarom ben je aan het stofzuigen? Want er zijn nog klanten in de winkel. Dus ik zei, nou, mijn teamleider zei dat ik moest gaan stofzuigen, dus we gaan doen. Het zei hij van, ja, en ik zeg nu dat je moet stoppen, dus je stopt. Dus ik zei, oh, dan vraag ik me wel af waarom iedereen dan tegenstrijdige belangen heeft hier in dit bedrijf. Nou, werd hij helemaal boos. Ja, en ik ga niet met jouw soort in discussie. Ja, sorry. Dus toen was ik eens van, bitch, please. Dus ik was dan helemaal, ik stond helemaal klaar om te gaan flippen. En mijn teamleider was er tussen gesprongen, oh, sorry, mijn fout. Maar ik was helemaal klaar daar. Ik had echt zoiets van die hoop. Maar toen, daarna moest ik echt 2 weken later op gesprek. Zeiden ze van, ja, we willen je contract verlengen, want we zijn heel tevreden met je. Toen zei ik van, ja, hoeft niet. Oh, heel leuk. We waren er helemaal van uitgegaan dat ik mijn contract verlengd wilde hebben. Dus het was helemaal zo van, oh fuck, nu moet ik wat anders gaan zoeken. Ja, precies, ja. Ja, we moeten toch geld verdienen, hè? Ja. Om al dit te kunnen betalen. Ja. En de quote van de week is... Aan het einde van mijn geld heb ik nog een stukje maand over. En daar sluiten we mee af. Dit was Pestpoes voor deze week. Vergeet niet te abonneren, te subscriben, te liken, te delen met al je familieleden. Of je biologieleraar, of je... Of je scheikundeleraar, of pizza bezorger, je buurvrouw, je parkiet. Laat deze video aan iedereen zien en maak Pestpoes groot. Wij gaan er vandoor. Dag! Dit was echt heel kut.